Vandaag is het zover. Amerika gaat naar de stembus en dat wordt een spannende strijd. Want in de laatste peilingen gaan Romney en Obama gelijk op. I'm still fired up, but I got work to do. We're gonna take back this country and keep it the hope of the earth. Thank you so much. En ook vandaag hebben we contact met onze correspondent in New York, Ilko Keij. Ilko, hallo. De stembussen zijn bij jullie net geopend. Staan er al lange rijen? Het hangt er vanaf. De stemrijen voor het lokaal waar mevrouw net heeft gestemd, die viel reuze mee. Maar waar andere mensen hier uit de buurt naartoe moesten gaan, daar stond weer een hele lange rij. En dat is eigenlijk ook wel een beetje te verwachten. Want de meeste mensen die willen voor hun werk gaan stemmen, want dan kunnen ze gewoon nog aan het werk. Het wordt een spannende strijd, want het is een nek-aan-nek race. Absoluut. Het gaat uiteindelijk niet om hoe landelijk Obama voorstaat op Romney, want dat staat hij. Maar het gaat om hoeveel electoral votes, kiesmannen, Obama en Romney vanavond krijgen. Er zijn er 538, degene die de meerderheid heeft, die wint. Het is toch zo dat als je in een staat wint, dat je alle kiesmannen krijgt? Voor het overgrote meerderheid is dat inderdaad het geval. Win je meerderheid, dan heb je ze allemaal. Welke staat, denk jij, gaat de doorslag geven? Het hangt van een paar factoren af, maar uiteindelijk wordt erg gekeken naar Ohio en Florida. Bijkomend probleem. We weten misschien nog wel wat er in 2000 is gebeurd. Uiteindelijk heeft Bush toen gewonnen, maar dat duurde na een hele lange strijd. Waarbij advocaten in de weer gingen, er opnieuw geteld moest worden. En ook nu hebben beide kampen honderden advocaten gestuurd, met name naar de swing states, die als een bok op de havenkist zullen springen om juridische procedures aan te spannen op het moment dat zij denken dat hun kamp een stem tekort wordt gedaan. Nou, dat kan natuurlijk een en ander vertragen. Wat ook, en daarvoor wordt het meeste nog gevreesd, is dat het verschil vannacht zo klein zal zijn dat degenen die hebben gestemd via wat men dan noemt een voorlopig stembiljet, dan wel degenen die hebben gestemd vanuit het buitenland, dat die uiteindelijk nog het verschil kunnen gaan maken. Dus wie weet hebben we vannacht nog helemaal geen winnaar. Ja, Nederland en de rest van de wereld geven de voorkeur aan Obama. Hoe komt het dat hij het in de wereld beter doet dan Romney? Heeft dat deels te maken met de erfenis van Bush? Dat zal deels zeker daarmee te maken hebben. Deels is het ook het feit dat Obama echt probeerde een soort van eensgezindheid te smeden, bijvoorbeeld in de Arabische wereld. Hè. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Ook het feit dat hij de middenklasse dus meer poogt te stimuleren dan Romney. Dat wordt in het socialistische Europa, zoals we het hier soms noemen, toch ook wel zeer gewaardeerd. Voeren Romney en Obama nog altijd campagne vandaag? Ja, ze gaan beide nog swing states bezoeken. En dat geeft ook een beetje aan hoe krap, hoe nek aan nek het vandaag allemaal is. Ze gaan absoluut tot het uiterste. En pas op het allerlaatste moment zullen ze doodvermoeid, maar waarschijnlijk nog helemaal hyper door de spanning, op de bank neerploffen. Ilko, morgen spreken we jou weer en dan weten we wie de komende 4 jaar de baas wordt in Amerika. Tot morgen. Tot morgen.